allemaal. Ik ben Carla en ik ga vertalen Homerus Ilias, boek 24, regel 725 tot 745. Aner kennen jullie als Aner met een eta, maar nu staat er een korte klinker en dat betekent dat het een vocatives is. Van groep 3 gebeuren er allerlei gekke dingen bij de vocatives enkelvoud. De vocatives meervoud is hetzelfde altijd als de nominatives meervoud. Maar bij het enkelvoud worden vaak lange klinkers kort. Dus vandaar aner is aner. Ab oionos is een nominativus. Een genitivus. Neos is een nominativus. Oleo is een pv. Kat is, daarna staat een de, dus dat is een nieuwe zin. En hierachter stond geen komma, dus de zin loopt door. En dan heb je hem zo in deze vorm. Kat en lijpijs hoort bij elkaar, tmesis. Dus kat, daar doe je verder niks mee. Het hoort gewoon bij katalijpo. Me geren is een activus. Natuurlijk de niet meekleuren. Nee, activus. Nou kom, hij wil niet. Activus en megaroisi is een dativus. Aner is dus man, echtgenoot. Man, daar bedoelt ze mee, maar ze bedoelt natuurlijk haar echtgenoot. Ze praat hier tegen het lijk van Hector. Het is haar weeklacht. Oleo is, jij bent weggerukt. Ab Oionos, uit het leven. En Neos is jong. Dus, man... Jij bent jong uit het leven weggerukt. Kat lijpijs is jij laat achter. Me geren is mij weduwe. En omdat er geen en bij staat, bedoelt ze, kun je waarschijnlijk ervan uitgaan dat het hier predicatief vertaald moet worden. Dus wij, mij als weduwe. En Megaroisi is in het paleis. Eigenlijk in de kamers, meervoud. Een paleis bestaat uit meer kamers, maar je kunt het ook natuurlijk als een enkelvoud vertalen. En de is en. Het wordt dus samen. En jij laat mij als weduwe achter in het paleis. Pais is een nieuwe zin. De is voegwoordje, maar hier begint gewoon een nieuwe zin. Eti nepios is een nominativus. En pais ook. Maar ik zie verder geen pv hier. Ik zie wel een relativum hier. Dus hier begint een nieuwe zin. Tekomen is een pv. Oede is een voegwoordje van een nieuwe zin. Ojo is een nominativus. PV. Dus dan zit ik te denken van, oké, maar wat hoort dan? Wat is dan de PV van Pais? Als je zoiets hebt dat er veel nominatieven in staan, het is geen opsomming. Dan moet je denken van, oké, het werkwoord zijn is weggelaten. Want als het een opsomming is, dan kan ook het werkwoord weggelaten zijn, maar dan kun je dat zien door de opsomming. En er is hier geen opsomming, dus het werkwoord zijn is hier weggelaten. Hon is een activus. Su, ego, de samoroi is allemaal een nominativus. Min is zo'n homerische activus, auton. Heben is ook een activus. En hixestai is een infinitivus futurum. Pais is de zoon. Hij is dus weggelaten. Nepios betekent jong, is ook een nominativus. Eti is nog. En auto's is zo. Dan wordt het dus de zoon, daar kun je natuurlijk onze zoon van maken. Dat is de bedoeling. Zij praat tegen haar man. Het is hun zoon. Is nog zo jong. Hon is een relativum. Activus.
slaat terug op het kind, dus daarom doen we gewoon die. Het is wel relatief, dus dan moet je mee beginnen met de vertaling. Denk eraan. Su ego, jij en ik. De samurai betekent zeer ongelukkig. Tekumen is etekumen. Metri causa is de augment weggelaten en betekent wij brachten ter wereld. Dus dan krijg je onze zoon is nog zo jong. Die jij en ik zeer die wel die opschrijven. Die jij en ik zeer ongelukkigen of zeer ongelukkig ter wereld hebben gebracht. Oede betekent en niet. Ojo, ik denk. En hiksestai te zullen bereiken. Min is hem. Of hij, als het een ACI is. Herben is volwassenheid. En dat is het. Dus dan denk je, kijk je. En ik denk niet, ik denk niet dat hij de volwassenheid zal bereiken. Prin is een nieuwe zin. En denk eraan, prin kan een voegwoordje zijn voor dat, maar ik zie hier maar één zin. Dus het is een hoofdzin. En voor dat is een bijzin. Dan moet je eraan denken, prin kan als het geen voegwoordje is, ook eerder betekenen. Persetai is de PV. Polis is een nominativus. Herde ook trouwens. En katakres is een genitivus. Persetai is hij zal verwoest worden. Polis eigenlijk zij, want het slaat terug in het Grieks, slaat het terug op die stad. En die is blijkbaar vrouwelijk. Ik weet niet of in Nederlands stad vrouwelijk is. Maar Polis herde is deze stad. Abakris, vrij vertaald met van bovenaf, staat in de aantekeningen. En gar betekent want. Dus hij zal de volwassenheid niet bereiken, want deze stad zal eerder... van bovenaf verwoest worden. Egar is een nieuwe zin. Ololas is een PV. Hos is, hier staat een komma en dan hos. Hos is een relativum. Dus hier begint een bijzin. Ruskui is een PV. Dan heb ik een de. De verbindt twee gelijkwaardige zinnen. Dus hier hoort nog steeds die hos bij. Egas is de PV. Deze kai verbindt twee dezelfde naamvallen bij zich. Dan heb ik een komma en dan hai de. Hai is ook weer een relativum. Maar die hangt af van deze ketna's. Dan heb ik hier een dativus en als ik dan hier kijk, een nominativus en dativus en hier zie ik ook een kaimen ego meta taisi. Dat lijkt mij een opsomming, dus daar doe ik verder niks mee. Nou, kleutjes. Episcopos is een nominativus. Hos is een nominativus. Min auten is een axtivus. Allogos, ketnos, kaimenepia, tekna is ook een axtivus. Hai is een nominativus. Neuzi is een dativus. Ogesontai is een PV. Klavirazi is een dativus. Ego nominativus. En metataisi dativus. Wat moet dat allemaal betekenen? Nou, het volgende dus. Egar betekent... werkelijk. En
En de gar betekent wand. Ololas is jij bent omgekomen. En episcopos is de beschermer. Samen wordt dat, want werkelijk, jij de beschermer, jij als dan, er staat, als je zegt jij de beschermer, dan hoort dat die beschermer tussen komma's te staan en dan heb je een bijstelling. Maar hij staat niet tussen komma's, dus het is geen bijstelling en dus moet je het predicatief vertalen met jij als beschermer bent omgekomen. Jij die relatieven. Denk eraan dat je daar geen hoofdzin van maakt, want hos is een relatieven. Jij die, dan ruskai, jij beschermde. Min auten is haarzelf en dat slaat dus terug op de stad, want de stad is vrouwelijk. Dus jij als beschermer bent omgekomen, die haarzelf beschermde. En jij die had, dus denk aan deze en, verbindt deze holzin met deze egazin, dus daar kun je weer die bij denken. Die gaat door, dus eigenlijk zorg ervoor dat het een bijzin wordt. Egas, jij had. Allochus, ketnas, kainepia, tekna is de zorgzame echtgenotes en de jonge kinderen. Dus dan krijg je jij die haarzelf beschermde en die, je hoeft hem niet te herhalen, maar zorg dat je hem in een bijzin laat. De zorgzame echtgenotes en jonge kinderen had, en daar bedoelen ze eigenlijk mee vrij vertaald, onder je hoede had. Die onder je hoede staat er niet, maar anders krijg je jij die zorgzame echtgenotes had. Nee, hij had er niet zoveel, hij had er maar één. Maar hij had het onder zijn hoede. Dan die hij, die slaat terug op de vrouwen, op de zorgzame echtgenotes. Die, soms helpt het om het antecedent erbij te schrijven, gewoon voor het begrip van de tekst. De echtgenotes, die. En dan krijg je even zo laten zien, ook nog een ik. In het vervolg. Ich oge sontai is zij zullen vervoerd worden. Metathesi is met hen. Slaat terug op die vrouwen. Nausi is iets met schepen. Namelijk ook nog eens keer de holle schepen. De glavureuzi schepen. Schepen. En we hebben nog de toi, dus de is nu, let wel, weldra, taga is weldra. En we hebben nog een ennetje, maar die is op. Dus dan wordt dat de vrouwen, de echtgenotes, die vervoerd zullen worden op, denk ik, holle schepen. Schepen. Nou, nog maar eventjes denken aan de nu. Die nu, denk ik. Let wel. Weldra vervoerd zullen worden op holle schepen. En dan krijg je dat stukje na de komma. Houd dat dus ook een beetje in het Grieks zo. En ik samen met hen. Want het is zo. Als een stad zo vernietigd werd, dan werden gewoon alle mensen slaaf. De mannen waren vaak dood. En als ze te lastig waren, de mannen die krijgsgevangen genomen waren, die werden ook gedood. En de vrouwen en kinderen worden gewoon verkocht als slaaf. Sudau, tikkels. Hem een mooi oud tij heb ze ai. Oké, dit is de eerste zin. Dan enta is typisch een woordje waar een nieuwe bijzin begint. Deze heb ze ai is dus de PV, die zin lijkt me wel af. Dan de ergazoyo is ook een pv. Daarachter komt geen voegwoord, wel een participium. Maar dat betekent dus eigenlijk dat het zinnetje daarachter gewoon nog bij deze enta-zin hoort. Tot aan deze e. Want ik heb hier een e en dan begon de ene zin. En hier zal een andere zin zijn.
Een andere mogelijkheid die geopperd wordt, hier staat geen komma, dus de zin loopt door. Kipzij is een PV, dus kans is groot dat die klaar is. Dan heb ik hier Lugron Aletron, dat is een stukje zin tussen komma's. En er staat verder geen PV bij of zo. Dus kans is groot dat dit een bijstelling is bij een van deze woorden. Dus ik ga daar niet splitsen. Dan geomenos is een participium in de nominatives, dus daar is ook geen reden om te splitsen. Pas hier is er reden om te splitsen, want dat is een relativum. Dus hier ga ik pas splitsen. Dat is een relativum. Ik heb hier een PV. Ook fijn om te weten. Achter deze ector staat geen komma, dus de zin loopt door. Hier pater is een opsomming, dus daar doe ik ook verder niks mee. Opsomming. Dit is een opsomming van pater en huon is de opsomming van twee accentieven. Epij is wel een voegwoordje waarbij je moet splitsen, want dat is een nieuw zinnetje, een nieuwe bijzin. Achter deze agaion staat geen komma, dus ik lees door. En dat betekent dat deze helon is de PV en dat zijn de zinnen. Dus best een lange zin eigenlijk. Voor Homerus is dit best een lange zin. Ik zal hem even naar de volgende bladzijde doen, dan kunnen we wat meer alles volgen. Zo. Sudaudus. Su is een nominatieus. Tikkos is een vocatieus, staat tussen komma's, heeft verder helemaal geen functie, maar je ziet, er staat een jij, je moet weten wie de jij is, dus dan is de kans groot dat er een vocatieus staat. Tikkos is dus de vocatieus. En dan worden er twee mogelijkheden dus gezegd. Er zijn dus twee mogelijkheden. Een mooi autij is een dativus. Erga aekeia is een accentivus. Adluitoon taion is een nominativus, participium. Pro anactos ameilichu is een genitivus, door de pro. Tis is een nominativus. Agaion genitivus. Geiros genitivus. Helon, nominatieus. Appapurgo, genitieus, door de appel. Lugron oletron is een bijstelling en die heeft het dus eigenlijk over wat hier gebeurt. Die zou je een accentieus kunnen noemen. Goomnos is een nominatieus. Hoi, dativus, relativum. Adelphion, accentieus. Hector, nominatieus. Pater A. De A is hier weggevallen omdat het volgende woord met de klinker begint. Dat is een accentieus. En huion is ook een accentieus. Dus tricolon. 1, 2, 3 dingen. Polysyndeton. Polloi is een nominatieus. Agaion, genitieus. Hectoros, genitieus. En palamijzin is een dativus. Odax is een bijwoord. Aspeton, oudas is een accentivus. Nou, dat wordt dan. Su is jij. Au is op jouw beurt. Tekels is kind. Dus nu gaat ze het kind aanspreken. Eerst had ze over, heeft ze Hector aangesproken. Nu spreekt ze haar eigen kind aan. Emoi autoi is mijzelf. Hepsetai is jij zal volgen. Dus dan krijg je jij kind. Zal op jouw beurt mij volgen, mijzelf volgen. Of mijzelf volgen, dan geef je ook in Nederlands aan dat er twee mogelijkheden zijn. Het hoeft niet, deze eerste of. Jij kind zal op jouw beurt of mijzelf volgen. Kinderen volgen graag, vaak met hun moeder. En enta is waarheen, enta waar. Ken is hetzelfde als an, met de optatieves staat hierin. Erga eikea is een accentivus en dat betekent onwaardige taken. Erga zojo ken an met optatieves, is dus een potentialis. Jij verricht, jij zult verrichten. Ad laion is aftobbend, je aftobbend. Dat betekent zwoegen,
hard werken. Pro-anactos amylase goed is voor een hardvochtig heer. Hardvochtig betekent dat hij streng en niet redelijk is, niet rechtvaardig. En hem zit, constant zit, nare karweitjes zit op te dragen. Dus dan krijg je, jij zult mij volgen naar een plek, kun je dan bijdenken, waar jij onwaardige taken zult verrichten. Taken zult verrichten. Terwijl je je aftopt voor een hardvochtige heer. Die hardvochtige heer zet ik dus bij het aftoppen. Want kijk maar naar het Grieks. Dan staat hier ook. Hier staat zelfs een komma. Dus dit stukje hoort echt gewoon bij elkaar. Alles staat in stukjes bij elkaar. Zelfs bij poëzie. Of er is een andere mogelijkheid. Of Tis Achaion, iemand van de Grieken. Rip zei, hij zal werpen. Helon, gepakt hebbende, bij de hand, dat moet je even hier doen. Gepakt hebbende plus een genitivus is, waar je bij pakt staat in de genitivus, dus ik kan beter zo doen. Gepakt hebbende plus genitivus is bij de hand. Gepakt hebbende bij, zo snap je beter waarom er ineens die genitivus bij staat. Gepakt hebbende bij de hand. En dan is die ook nog boos zijnde. Zo. Hij zal werpen. En wie hij zal werpen staat er niet bij. Maar het is dat kindje dus. En Lugron Oletron is een ellendige dood. Actius van uitroep. Apopurgon van de toren. En dan hebben we alles gehad. Dus dan krijg je of hij wordt gevangen genomen samen met Andromache en hij gaat in de slavernij. Of iemand van de Grieken zal jou van de toren werpen, een ellendige dood, nadat hij jou bij de hand gepakt heeft, had, omdat hij boos was. En waarom was hij dan boos? Nou, dat komt in die volgende zin met die hoi depu. Hoi is hem, dativus, daar moet ik zeggen, iets mee, relatieven. Even kijken, Hector is de nominativus. Ik dan en hij doodde. Wie doodde hij? Een broer of een vader of een zoon? Een zoon met een ennetje. En dan hebben we nog Poe is, denk ik. Dat is haar mening, ze weet dat niet zeker. En je hebt ook nog Kai, die hebben we al. Dat is die of een zoon. Kai is hier dan zelfs. Het is geen opzomming, het is of, maar dan moet Kai hier dus zelfs betekenen. Dus dan krijg je, omdat hij boos is, dus iemand voor wie Hector een broer, voor wie Hector, denk ik, een broer of een vader of zelfs een zoon heeft gedood. Wij zouden dan eerder zeggen van wie. Maar oké, er staat even datius. En dan het laatste stukje. Epei kan betekenen nadat of aangezien. Ik denk dat aangezien hier mooier is. Aangezien. Kijk. Daar zitten we. Polloi, velen. Veel van de Grieken. Veel van de Grieken. Helon is, zij hebben gepakt. Zij hebben gebeten. De accustibus is even lastig te zien, maar dat is de aspeton udas. Dat is de uitgestrekte aarde. Hier moet je in bijdenken. Dat staat wel in de aantekeningen. De uitgestrekte aarde.
Dan hebben we de hypo. Even kijken, waar staat die? En Palamais in de stekening. Ah, de. Dan hebben we nog die en Palamijzin, moet je hier vertalen met door de handen. Er staat eigenlijk in de handen. En odox betekent met de tanden. Dat is een bijwoordje en betekent dus met de tanden. Dit is een verkeerde dingetje. Met de tanden. Ik heb hem. Deze met de tanden verkeerd gezet. Oeps. In het doen. En door de handen staat ook even verkeerd. Daar naartoe. Dus dan krijg je alles bij elkaar. Aangezien veel van de Grieken met de tanden in de uitgestrekte aarde hebben gebeten door de handen. Er stond nog hector bij, hè? Ja. Door de handen van Hector. Door de handen van Hector. Met andere woorden, hij heeft gewoon een heleboel mensen gedood. Volgende regeltje. Ugar meligios is een nominatief. Heske komt van Eimi, maar dat kutje erachter, die SK, dit stukje, wacht even, het moet natuurlijk niet geel worden, maar het moet rood worden. Die Heske, nou kom, wordt rood. Die Heske, die SK is een iteratief suffix. Dus een SK, de E is de stam, de SK is een iteratief suffix en dat betekent dat hij dan door middel van die SK aan de stam vast te plakken, geef je aan dat dit vaker gebeurt. Dus een herhaalde handeling. Dus die vertaal je vaak met steeds. Dus dat is een iteratief suffix. Dit is een nominativus. En die lucrei is een dativus. Dat betekent dus, meligios is zacht. Pater Theos is jouw vader. Hij heeft er nog steeds tegen haar zoontje. Heske is dus, hij was steeds. En die lucrei is in de ellendige strijd. En Ugar is want niet. Samen wordt het dus. Want jouw vader was steeds niet zacht, niet vriendelijk, niet zacht in de ellendige strijd. Ja, logisch. Nee. En dan, Toi Kai. Even naar het volgende regeltje, dan kunnen we hem beter zien. Tokai, to laoi is een nominativus. To is een dativus. Toi is een dativus. Moet ik te zien, maar er staat er ietsje onder. Min is een accusativus. Hetzelfde als auton. Odurontai is een pv. Kataastu is een accusativus. Daarna staat er een komma. Is hier dan nu een nieuwe zin? Dan moet er een pv in staan. Er staat wel de, dat is een voegwoordje. En er staat ook een nieuwe pv. Het is dus geen opsomming van twee zinsdelen. Maar er staat een pv, dus dit is een nieuwe zin. Areton is een accusativus. Goon kai pentos is ook een accusativus. Takaisi is een dativus. En Hector staat er na endiamoment. Het is geen endiamoment, er staat wel een komma, maar dit is dus een vocativus. Maar wel op de eerste plaats van de zin, denk eraan. Beetje vreemd, hij staat expres achteraan. Hector is dus wel een vocativus. Tokaisi, dativus, die heeft hij niet meegepakt, dus het is een dativus. Nou, dat wordt dan. Laoi zijn de manschappen. Odurontai is zijn jammeren. Min is hem. Kataastu is verspreid over de stad. M-
do is, kun je hier vertalen met daarom, omdat, bedoelen ze dan, wegens dat. Dus dat wordt dan, ja, hoe kan ik dat doen? Nee, ik zal het even zeggen, door dat. Het is een dativus, dus dan kun je dat vertalen. En kan je is ook. En door dat wordt in Nederlands daarom. Dus daarom jammeren de manschappen. Bejammeren de manschappen, dan is die actievus duidelijker. Bejammeren de manschappen hem verspreid over de stad. Dus manschappen zijn verspreid over de stad, hè? En dan krijg je areton de. Areton is en, want er stond men in de hoofdzin. De na een komma moet je wel vertalen. Etijkas betekent jij hebt gemaakt. En wat heb jij gemaakt? Een areton goon kaipentos. Een afschuwelijke weeklacht. Niet weeklacht, maar weeklacht. Klacht. En verdriet. En dan iets met die ouders. En dativus. Dus dat zal wel zijn voor de ouders. Hector. Ineens de jij-aanspraak. Hij spreekt ineens zijn personage aan. Dus, en Hector, jij hebt een afschuwelijke weeklacht. Afschuwelijke weeklacht en verdriet voor je ouders gemaakt. Dus voor de ouders. Emoi, voor mij, dativus, lelepsetai, pv, algea lugra zal hier een nominativus zijn. En denk eraan, je kunt wel zeggen, algea lugra is meervoud. Dat betekent ellendige gevoelens van verdriet, als je dat meervoud wilt laten staan. Gevoelens van verdriet. Maar een onzijdig meervoud als nominativus heeft een persoonsvorm in het enkelvoud. Er zullen zijn overgebleven. En dan die dativus voor mij. Malista betekent vooral. De is en dit is vooral. En dan krijg je voor mij zullen vooral gevoelens van verdriet overgebleven zijn. Denk er dus aan, een onzijdig meervoud als onderwerp heeft een pv in het enkelvoud. Een hele nare, misleidende zin. Mijn misleidende regel. Maar onthoud hem goed. Mooi is een dativus. Tnijskoon is een nominativus. Participium. Legioen is legioen ek, moet je bij elkaar nemen. Dus het voorzetsel is een achterzetsel geworden, maar het is met een genitivus. Geiras is een accusativus. En orexas is een pv. Oede is een voegwoordje, dus daar begint de nieuwe zin. Ti is een accusativus. Mooi is een dativus. Ipes, pv. Pukinon, epos is een accusativus. Hoe, oe, te is een kai ervoor. En de hoe is hier een hoedje. Ik dacht even dat een hoedje stond. De hoe is hier een relativum, genitivus. Ken is hetzelfde als an. Ajai, er staat geen komma achter, dus de zin loopt door. Memnemen is een pv. Nuktas te kai hemata is een accusativus. Dakru, geusa. Dakru is een accusativus en geusa is een nominativus. Nou, dat wordt dan tnijskoon, stervend. Orexas, jij strekte uit. Metricausa is het argument weggelaten. Jij strekte uit. Wat strekte je uit? Je handen. Ek legoon van het bed. Mooi is voor mij. En oegar is want niet. Dat wordt dus
Want jij strekte stervend niet van je bed je handen voor mij uit. Wij zouden zeggen naar mij uit. Dat mag je wel, naar mij uit. En oede en niet. En dan pas op, die heeft hier een accentje. Maar toch moet je dat hier vertalen met een of ander. En dat hoort bij Pukenon Epos. Dus ga niet zeggen wat of welke. Normaal gesproken zou je dan denken van, hé, er staat die met accent, dus dat is wie, wat of welke. Maar er staat dit accent omdat het volgende woord geen accent heeft. En dan moet je dus dat accent op die wantrouwen. Het is dus gewoon een onbepaald voornaamwoord. Die zonder accent eigenlijk bij de Pukenon Epos. Dus een verstandig woord. Epos, jij sprak. En dat wordt dus, en jij sprak niet een verstandig woord tot mij, verstandig woord tot mij, woord met twee o's, woord tot mij. Hoe is een relatieve, dus van. Alleen deze van hangt af van deze memenijmijn. En memenijmijn betekent, ik zal denken aan. En waar je aan denkt, staat in de genitivus. Nou, die genitivus is hier het relativum en het slaat terug op het woord. Dus dat is een ding. Dus in Nederland zeg je dan eigenlijk waarvan. Alleen, je moet hier die aan gebruiken. Dus dat wordt samen waaraan. En je moet beginnen met die waaraan, want dat is een genitivus. Dat is een relativum. Ah, jij is altijd. Nuktas de hemeta, gek genoeg, het is een accentivus en dat betekent nachten en dagen. Wij in Nederlands draaien dat altijd om. Oké, okay. Takru is traan, Giusa is vergietend. En de ken is an met de optativus en dan hebben we hem. Dus dat wordt dan, waaraan. Ik altijd, en nou die an met de optatives is vaak een potentialis, dus waaraan ik altijd zou kunnen denken. De potentialis vertaling, an met de optatives. Terwijl ik gedurende nachten en dagen, wij zouden zeggen terwijl ik dag en nacht. Wij zeggen dat in de enkelvoudsvorm dag en nacht. Een traan vergiet, nee, tranen vergiet. Dus even ietsje vrije vertalen, omdat je niet een traan vergiet. En wij zeggen niet nachten en dagen, of gedurende nachten en dagen, het is de accentivus van de tijdsruimte, maar wij zeggen dag en nacht. Dus even wat vrijere vertalingen. Nou, dit was dus de klacht van Andromache. Hierna komt de dracht van HKB, maar dat doe ik de volgende keer. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben, en tot de volgende keer.